De dames van het Tabor College uit Horen vertegenwoordigen Nederland op het WK schoolhandbal in het Franse Rouen. En de speelsters hebben maar één doel voor ogen. Voor goud natuurlijk. Ja, dat is het enige doel. Nou, ik hoop natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen met de meiden. En nou ja, het liefst wil ik de finale spelen in die grote hal. Ja, daar gaan we zeker voor. Ja, ik heb wel vertrouwen en we hebben er ook zin in. Dus we gaan er sowieso wat moois van maken. Ja. Ik hoorde Eline en Merel net al over goud beginnen. Nou, dat zou super zijn natuurlijk. Als we die meiden van het Nederlands team in ieder geval tot aan de finale achterna kunnen gaan. Als we zoiets neer kunnen zetten, ja, dan gaan we er natuurlijk voor. Als je die dames zou moeten beschrijven, hoe zou je dat doen? Heel erg gedreven. Gemotiveerd, leuk ook met elkaar. En ja, er zit zoveel talent in. Echt talentvol. Ze willen er echt voor gaan. Ja, het is wel echt een ervaring wat je eigenlijk nooit meemaakt. En ook met alle voorbereidingen. Ja, het is echt je beleeft er naartoe, een half jaar. En vanaf januari zijn we de trainingen begonnen. Zijn we wekelijks aan het trainen om als team zijn er meer op elkaar ingespeeld te raken. Tegen wie moeten jullie handballen? We zitten in de pool met Qatar, Frankrijk, Hongarije en Duitsland. Ja, Qatar, ik heb geen idee hoe die spelen. Ik weet het niet. Maar die sterke handballanden als Duitsland en Hongarije, ja, daar kijk ik ook wel naar uit om daar tegen te spelen. Ja, we weten niet wat de tegenstanders doen. Het is gewoon afwachten en per wedstrijd kijken we eraan. En we doen er alles natuurlijk voor om te gaan winnen. En uiteindelijk willen we in de finale staan. En dan nog ook goud te winnen het liefst. Maar we gaan er gewoon met z'n allen absoluut iets moois van maken, ongeacht wat de uitslagen zijn. Het is een super mooie ervaring en super dat we dit met z'n allen mee mogen maken. Ja, tuurlijk. Er zijn ook veel leuke activiteiten buiten de wedstrijden. En ook met elkaar is het heel gezellig, met een groep meiden. Ja, dat ook. Maar goud zou wel mooi zijn. De droom van de dames komt steeds dichterbij. Inmiddels staat het Tabor College in de kwartfinale.